En wie werkt er in de nacht? Taxichauffeurs, verpleegkundigen, mensen in de continu, agenten, havenwerkers. Iemand moet het doen. Nachtwerk. Ja, ik ben ook de klos. Alfred Blokhuizen. Heel veel lekkere muziek. En ik praat met mensen over het nieuws dat hen persoonlijk raakt. Niet slapen, werken. Nachtwerk. Zondagavond na 12 hier op Radio Rijnmond. Nachtwerk. Nachtwerk met Alfred Blokhuizen. Ben je aan het werk of ben je nog wakker? Vannacht ook weer een boekbespreking bij Radio Rijnmond. Alex Broekhart uit Maassluis. Hij heeft nog nooit eerder een boek geschreven en nu schreef hij een boek over het leven van zijn ouders. Onder de titel Zelfs de keuzes worden bepaald. Het gaat over ellende van de oorlog, over liefde en de rol van waarzegsters. Ik heb Alex Broekhart nu aan de telefoon. Welkom bij Radio Rijnmond. Dankjewel. Meneer Broekhart, uw eerste boek. Ja. Hoe bent u daartoe gekomen om boeken te gaan schrijven? Inderdaad, helemaal geen schrijver, maar omdat mijn ouders door de jaren heen zoveel verteld hebben over hun leven voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog, vond ik het toch wel interessant om dat op papier te zetten. Had u daarvoor al ooit iets geschreven waarvan je denkt, nou, misschien kan ik dat wel goed? Nee. Ik heb nog nooit een boek geschreven of hooguit wat brieven, maar nee, niet echt een boek. Dus het is ook voor u een heel avontuur, zo'n boek? Ja, een heel avontuur. Je leert er ook veel mee. Ook taalkundig leer je het een en ander. Je gaat je toch meer verdiepen in de taal. Dus het is een interessant project. Nu even naar het boek zelf. Wat is de titel? Zelfs de keuzes worden bepaald. En dan zou je denken van, ja, hoe komt die daar nou bij? Maar ik denk dat vele mensen, misschien wel iedereen, zijn eigen leven niet kan bepalen. Dat blijkt dus wanneer de toekomst voorspeld wordt en dat het dan ook allemaal uitkomt. Want daar gaat het verhaal over. Het gaat over uw vader en moeder in oorlogstijd, dit boek. En u zegt dat er wat voorspeld is. Door wie is wat voorspeld? Nou, op een hele jonge leeftijd door een Russisch, want mijn moeder is een Russin, mijn vader een Hollander. Die zijn samen naar Duitsland vervoerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hebben we elkaar daar leren kennen. Maar op jonge leeftijd, was mijn moeder zelfs nog een baby. Toen vertelde al een Russische zigeunerin aan haar moeder weer van dat kind gaat heel wat meemaken. En ze begon ook te vertellen, die zal het land verlaten dadelijk op 18-jarige leeftijd. En toen zei haar moeder van nou, die onzin, daar luister ik niet naar. Dus die heeft dat verder zo gelaten. Maar wat gebeurt er dan op 16-jarige leeftijd? Dan komt er weer een vrouw op mijn moeder af. En die begon weer een verhaal te vertellen. En toen heeft ze gedacht van nou, daar wil ik toch wat meer over weten. Nou, die heeft echt haar hele levensgeschiedenis beschreven. In hele korte tijd. Ook, ze was samen met een vriendin. En het erge van het verhaal was dat een van de twee meisjes zou vroeg overlijden. En de andere zou heel oud worden en een gelukkig leven leiden in een ander land. Maar ze vertelde niet wie dat zou overkomen. Maar ja, daar schrokken de meisjes natuurlijk van op 16-jarige leeftijd en wilden er niet verder luisteren. Maar ze had in de tussentijd al het nodige verteld dat ze dus weggevoerd zou worden naar Duitsland en in een gevangenkamp zou werken. En dat ze een man met blauwe ogen zou ontmoeten die in een land woont aan de zee enzovoort enzovoort. En dat is ook allemaal uitgekomen. Ja, dat is wel een heel spannend verhaal eigenlijk. Ja, nou ja, ik vond... Kijk, in het begin dan neem je dat maar aan. Maar door de jaren heen dacht ik bij mezelf, ja, dit moet ik toch maar eens opschrijven. Want zeker mijn moeder, die kwam iedere keer toch weer op terug van wat ze allemaal meegemaakt heeft. En ja, ik begon het toch wel interessant te vinden. Dus ik dacht, nou, laat ik het maar eens op gaan schrijven. En omdat je dat niet gewend bent, heb ik het toch maar in een boekvorm gedaan. Toen dacht ik dan, nou ja, ik stuur het maar naar een uitgeverij en kijk wel wat die ervan vindt. En ja, die vonden dat ook een interessant verhaal. Vandaar dat het ook uitgebracht is. Ja, wat omschrijft het verhaal? Omschrijft het hele leven van uw ouders en hun ontmoeting in het gevangenenkamp? Ja, ik beschrijf dus vanaf het begin. Hè, want ja, ik denk, ik moet er een leuk verhaal van maken. Het is een soort roman geworden. Het verhaal van mijn vader en mijn moeder toen ze jong waren. Hè, mijn vader heeft ook nog... ondergedoken gezeten. En ja, mijn moeder heeft ook het nodige meegemaakt in haar jeugd. Dus daar begin ik dan mee. En uiteindelijk ontmoetten ze elkaar in Duitsland. En toen moest mijn vader ook spion spelen, omdat hij met een Russisch meisje omging en al dat soort
zaken meer. En ja, er is heel wat gebeurd. De Russische jongens die accepteerden het weer niet dat die meisjes met Hollandse jongens omgingen. Dus dat is ook allemaal een... Tot vechten en schieten en dan ga zo maar door. Dus er is het nodige gebeurd. Ze zijn samen toen te voet richting Holland gegaan. Omdat de Hollanders moesten terug naar Nederland en de Russinnen moesten terug naar Rusland. Ze mochten niet met elkaar mee. Dus dan moesten ze trouwen bij de Amerikanen in Duitsland. En dat is de enige manier om verder te mogen. Alleen ja, vervoer dat was alleen bepaald voor vluchtelingen. En ja, zij waren samen. Dus zij moesten maar zien hoe ze naar Nederland kwamen. Ja. En zijn met een aantal andere Hollandse jongens die hetzelfde lot hadden met de Russische meisjes, zijn te voet naar Nederland teruggegaan. Zonder eten en zonder drinken. Dus je moest maar zorgen dat je ergens aan eten en drinken kwam. En dat beschrijf ik in het boek natuurlijk ook allemaal. Wat is de bedoeling van dit boek? Nou, ten eerste vond ik het leuk om het verhaal op te schrijven. Maar ten tweede denk ik dat zelfs de keuzes worden bepaald voor heel wat mensen natuurlijk vreemd in de oren zal klinken. Maar dat ik toch een besef wil brengen bij de mensen dat wat een psychische rust geeft. Van joh, er worden een heleboel dingen bepaald. Ik kan niet zeggen of alles bepaald wordt. Maar ik heb het idee dat er heel veel dingen bepaald worden in je leven waar je zelf geen grip op hebt. En ik denk dat het daarom ook interessant is, zeker voor de jeugd, om eens om ook te lezen hoe je met veel ontberingen en slechte periodes, dat je er toch doorheen kan komen. Want de mensen hebben natuurlijk wel verschrikkelijke dingen meegemaakt. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over uw boek? www.boekscout.nl, uitgeverij. En daar kan je dus terecht. Daar staat ook een uittreksel van het boek. En daar kunnen ze zien en lezen wat er zich afspeelt. En ja, zijn ze geïnteresseerd, kunnen ze het boek ook bestellen via boekscout.nl. Dan kunnen ze het zelf lezen. Het boek heet Zelfs de keuzes worden bepaald. De schrijver Alex Broekhart, hartelijk dank. Nou, ook jij bedankt voor je moeite. Graag gedaan.